Is er al uitsluitsel? Is het al afgelopen bij Eindhoven Jong Ajax? Nee, nog altijd niet. We gaan... Marco Bogers staat naast Simon Kelder. Die is aan het bellen of er al duidelijkheid is. Nog niks duidelijk, toch Marco? We zijn er. Gefeliciteerd dan. Gefeliciteerd. De periodetitel is een feit. En nu wordt er dan wel feest gevierd. Bogers en Van der Ham vallen elkaar in de armen. Van der Ham springt nu zelfs in de armen van andere mensen. Ja, ondanks die nederlaag wordt nu het feest dan toch gevierd. Er heerst een licht surrealistische sfeer aan de Krommendijk. Na het laatste fluitsignaal van de wedstrijd tussen Dordrecht en Willem II. FC Dordrecht verliest thuis met 2-0 van de club uit Tilburg. Maar pakt toch de periodetitel. Met dank aan het puntverlies van concurrent Eindhoven tegen Jong Ajax. Van echte euforie is in de kleedkamer van Dordrecht na afloop dan ook geen sprake. Periodekampioen. Periodekampioen. En je staat op je dode akkertje in yoghurt weg te werken. Ik vind het raar. Gemengde gevoelens, hè? Ja. Ik ben wel blij. Maar wel gemengde gevoelens. Ik zie de blijdschap nog niet. Ja, die gaat zo komen. Ja? Ja. Als technisch manager Marco Bogers de spelers even later oproept om de fans van Dordrecht nog even op te zoeken bij het supportershome, dan barst het feest alsnog eindelijk los. Dus ja, dat is toch wel een aardig feest hier, hè? Ja, dat wel, maar ik zit wel met een dubbel gevoel. Omdat we hebben verloren, maar eigenlijk hebben we ook gewonnen. Dus ja. Dat merk je aan iedereen. We waren net in de kleedkamer, heel erg mixed feelings bij iedereen. Ja, is normaal. We hebben verloren, dus ja. Maar ja, het is wel leuk voor de supporters en zo, dus ja. Ja, die malen er volgens mij niet om, die vieren dit feest groots. Ja, dat is ook normaal, we hebben een periode gewonnen, dus het mag wel. Ik denk niet dat je dit bij Dordrecht altijd even meemaakt. De wedstrijd was natuurlijk niet best, alleen ja, na 9 wedstrijden sta je gewoon bovenaan. Dus, Ondanks de nederlaag is dit gewoon super mooi voor de club. Het was niet best, natuurlijk. Vandaag, ja. Laten we heel eerlijk zeggen dat Willem II gewoon verdiend heeft gewonnen. Maar ja, het is nu geweest en de periodetitel is gewoon binnen. Ze moeten gewoon weer flink aan de bak. Donderdag wacht Feyenoord. Dus weer een mooie wedstrijd. Voel je toch al de blijdschap, net zoals supporters, dat voelen? Zij zijn veel opgetogener toch dan jullie spelers? Ja, tuurlijk. Kijk, weet je, we hadden dit graag gewoon winnend willen afsluiten. Het was helemaal een feest geweest. Je verliest nu gewoon. En dat is zuur. Maar dan kijk je toch, het is die periodetitel die wel echt het belangrijkste is. En je hebt in ieder geval nu onze doelstelling behaald. Dat was play-off spelen. Maar joh, als je kijkt naar dit team, zit nog zoveel moois in. Dus ik vind gewoon dat wij, hoe vervelend het ook nu is voor de supporters, moeten we maar gewoon eventjes feest vieren. En dan, vanaf maandag gaan we er weer gewoon flink tegenaan. En dan moeten we alles weer gewoon lekker op de rails krijgen en gewoon weer punten gaan pakken. En na 9 wedstrijden, nog steeds bovenaan. Hoe ver kan dit komen dit seizoen? Wat zijn je gedachten daarover? Ja, heel ver. Maar je ziet wel dat wij in de belangrijke wedstrijden geven nog niet helemaal thuis. En terwijl dat toch de wedstrijden zijn dat je er moet staan. Dus ik denk dat we daar nog wel een stapje in moeten maken. Maar voor de rest, we hadden ook vandaag met deze ploeg niet hoeven te verliezen. Maar verliezen wel verdiend. Dus we zullen zien waar ons plafond ligt.